Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie is niet ontevreden over de verrichtingen van de politie in de afgelopen maanden. Dat zei hij gisteren op een persconferentie. Op de bijeenkomst zijn er cijfers gepresenteerd waaruit blijkt dat de criminaliteit in het land op meerdere gebieden teruggedrongen is. Met name de berovingen middels geweldpleging zijn volgens de korpsleiding flink gedaald. Getrouw stelt dat zijn manier van aanpak tot nu toe wel haar nut heeft bewezen. Het is nog niet wat het wezen moet, ja, maar ik kan toch wel zeggen dat het rustiger wordt. Als ik vanuit mijn eigen waarneming een paar maanden terug kon praten over een frequente situatie waarbij elke dag gevallen van diefstal door middel van geweldpleging waren, dan heb ik, want ik hou het bij, dan merk ik dus dat het er toch wel een spreiding is. Een weekje, een tussenspeling van een week, een paar dagen, dat er hier en daar uitspattingen zijn. Ik mag er wel trots op zijn, dus dat het ons lukt om de verdachten, de daders, gelijk aan te houden. Dat is sowieso. Waar wij ons nu sterk voor maken, is om het te voorkomen. En dat komt alleen maar door die zichtbaarheid. De heer Kairoui, die vraag daarnet gesteld. Met de weinige middelen zijn we bezig om die surveillance op te voeren. De zichtbaarheid op te voeren. Ik heb vaker gezegd dus dat ik de gemeenschap erbij wil betrekken. De minister zegt verder dat de politie nagaat hoe de samenwerking met de verschillende securitybedrijven verbeterd kan worden. Dat plan moet goed uitgewerkt worden. Getrouw ging ook in op een onderhoud dat hij maandag heeft gehad met de scheidende ambassadeur van de Verenigde Staten, Edwin Nolan. Dat gesprek was heel vruchtbaar. Ik mag niet jokken, want er was een stelling, er werd een stelling geponeerd dat de internationale organisatie, DEE, op basis van een bepaalde gedachtegang niet langer wilde meewerken met Suriname. Na dat gesprek, aan het eind van het gesprek, stelde hij me gelijk gerust. Die samenwerking komt. Of het wordt verscherpt. Het wordt bekrachtigd. En dat is voor mij als jonge minister toch wel een mijlpaal. We hebben goede afspraken gemaakt naar de toekomst. Hij vertrekt 29 september. De nieuwe ambassadeur die komt in november aan. En die zal ik ook persoonlijk verwelkomen. Want we hebben die samenwerking nodig. Maar zijn er ook op andere fronten als human trafficking, drugs, money laundering, zijn er ook? Er zijn ook, dat gesprek had ook dat deel van money laundering. Ja. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie gisteren tijdens een persconferentie. De bewindsman is tevreden over de resultaten die de politie heeft behaald in de afgelopen maanden.